Nou, die overviel me eigenlijk, want ik was er helemaal niet mee bezig. Ik vind het natuurlijk fijn als fotograaf dat je foto's gezien worden. Hè? Het vind ik heel leuk. Vind ik een grote eer. Leuk dat ik genomineerd ben. Nou, daar ben ik blij mee. Maak een sprongetje. Doe ik dat worden. Hartstikke leuk. Een stukje erkenning van je werk. Ik vind het altijd hartstikke leuk als je genomineerd bent. En zeker als je dan persoonlijk wordt gebeld door Leo Blom. Dat vond ik echt leuk. Wat je op de foto ziet is dat het allemaal heel vrolijk is. En dat was het natuurlijk ook. Maar daarentegen was het ook echt bloedheet. Het was 37, 38 graden. Dus ik stond wel echt te zweten, want ik lag niet in dat zwembad. Hè? De sfeer was wel een beetje grimmig. En toen tikten ze de deur in met de trekken. En ze stormden naar binnen. En ook heel snel kwamen ze weer naar buiten. En dan die man met het bloed op zijn hoofd. Ik was vooral gewoon blij dat ik op het goede moment op de goede plek was. Ja, ik heb eigenlijk mijn beste foto dit jaar misschien wel gemaakt in het eerste half uur. Ik stond te wachten op iemand die eigenlijk door die vuurzee heen, vuurregen heen liep. Op een gegeven moment stond ik zelfs in de fik. Stond er iemand naast me en die tikte me even op de schouder van, hoi, je staat in brand. Rechts voor mij stonden heel veel tv-ploegen, achter mij fotografen, heel veel publiek. Ik zat nog verstrikt in de kabels van de microfoon van de NOS. En hij finisht als eerste en ik steek schuin over. En hij rijdt om me heen en hij valt voor me neer. En ik viel bijna over Mathieu heen. Je zit echt bovenop, letterlijk en figuurlijk, op de sporter in al zijn emoties. Hij was aan het lachen, huilen, gillen, janken. Alle emotie kwam eruit en als je daar een meter vanaf zit, dat is fantastisch. In eerste instantie natuurlijk gewoon in de NRC waar ik voor werk. En NRC Next en in de Volkskrant. En het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En een waslijst aan andere publicaties die ik niet in mijn hoofd heb zitten. Kranten, televisie, internet, social media. Ik heb op veel plekken teruggezien. Ja. Nou, ik werk voor de Volkskrant, dus hij heeft alleen in de Volkskrant gestaan volgens mij. Ja. Volgens mij stond hij in elke landelijke krant zo'n beetje. Trouw, Volkskrant, AD. Er stond in heel veel kranten. Ja, je kunt die foto relateren natuurlijk aan de opwarming van de aarde. Dat kun je zeggen, maar ja, weet je, de concurrentie is behoorlijk zwaar. En, het zou mooi zijn als hij wint. Omdat het boerenprotest een van de belangrijkste gebeurtenissen was van het afgelopen jaar. En ik daar een goede foto bij heb. Omdat het voor de wielersport een heel belangrijk moment is dat Nederland na 18 jaar weer een Nederlandse winnaar krijgt. In de alleskundige Mathieu van der Poel. Ja, het is gewoon de beste foto van het jaar natuurlijk, wat denk je? Maar ik moet ook zeggen dat de andere foto's echt kanshebbers zijn natuurlijk. Ja. Er zijn 5 hele mooie platen boven komen drijven. Ja.